was dat in één keer, leek wel een mini-hypeje, hè, toen die bel Chinezen. En nu hadden wij het gevoel dat ze een tijdje helemaal weg waren. Maar ze zijn terug. Zou het allemaal matchfixing zijn bij Fortuna Sittard? Bel buitenlander is door stewards van Telstar van de tribune gehaald. Ik zat gewoon rustig de wedstrijd te kijken en vier of vijf stoeltjes naast me zat een man alleen. Dat is op zich niet zo vallend. Ik was ook alleen in het stadion, maar deze meneer was de hele tijd aan het bellen. Continu, van de eerste tot de laatste minuut, ging hij gewoon duidelijk beschrijven wat hij op het veld zag. Het was geen Chinees dit keer, het was gewoon iemand, ik gok met een Zuid-Europees uiterlijk. Had wat donker haar, niet geweldig gekleed, maar niet iemand die heel erg opvalt. Maar behalve dat hij zat te bellen, deed de man eigenlijk niks fout. Simpelweg bellen op een tribune is niet verboden. Toch wil Telstar er geen risico mee nemen. Vier, vijf seizoenen geleden was het actueel, de bel buitenlander of de bel Chinees. En werd er een directe verbinding gelegd naar het verkopen van wedstrijden. Dus malversaties. En uit dien hoofde hebben wij toentertijd gezegd van laten wij er dan een huisregel van maken. Als dat directe verband gemaakt wordt om te vragen aan deze mensen het stadion te verlaten. Ik krijg in de commandoruimte krijg ik het signaal van joh, we hebben een bel Chinees, zo noemen we hem nog steeds intern, hoewel dat niet vaak meer gebeurt dat Chinees is. Vaak andere nationaliteit dan Nederlands, spreek ook niet altijd Nederlands. Ook wel een keer een student gehad, gewoon een Nederlandse student. Zij zitten toch vaak wel ter hoogte van de middenlijn, omdat ze dan toch het beste zicht hebben. Dan is het de standaard iets dat de stewards halen, de man van de tribune, nemen de gegevens op en begeleiden hem naar buiten. En dat gaat eigenlijk heel snel en makkelijk. Wij horen de stewards daarover, hè, hoe het gegaan is met de man. Dat komt in mijn verslag te staan naar directie. Daar maak ik wekelijks gewoon alle punten komen daarin te staan. En wat betreft dit soort gevallen, dat mail ik ook naar de KNVB. Daar zit ik toch wel voor onszelf aan 6 of 7 incidenten. En ik weet vrijwel zeker dat ze er elke wedstrijd zitten. Natuurlijk, en daar twitterde ik over, denk je wel even aan matchfixing, zeker als ik weer het gepruts van mijn favoriete club zie. Maar ja, als je dan een eerste divisie wedstrijd, als je wekelijks in de eerste divisie komt, dan valt je dat gepruts eigenlijk niet op. Maar ja, je weet eigenlijk ook wel dat het er is. Supporters die storen zich daaraan, maar gewoon vanuit het negatieve gegeven van hey. Dat heeft met malversaties te maken. Niet bij mijn club. Wegwezen. We pakken we roepen de steward en we laten deze man of vrouw verwijderen.